de Canto Ostinato zijn we eigenlijk een soort van mee in aanraking gekomen door een dansvoorstelling die we vorig jaar hebben gedaan. Eigenlijk tijdens die tour zijn we erachter gekomen dat we iets wilden gaan doen met die muziek. Omdat het zo geweldig is en bij de mensen zo enorm aanslaat. En wij dachten, nou, strijkkwartet is eigenlijk de meest intieme vorm van muziek maken die er is. En wij vinden dat ook wel heel erg in het stuk zit. En daarom hebben we dat bewerkt voor strijkkwartet. En hebben we gevraagd om Gerard de Bruyne, een live tekenaar, om die bij dit stuk elk concert opnieuw iets moois te tekenen. Zonder al te veel elektronica, maar gewoon eigenlijk ambacht, zeg maar. En dat een mooie mix is met het ambacht van strijkkwartet. Ik werk met tempera en tempera heeft het voordeel dat je dus in lagen kan opbouwen. En deze muziek is ook heel gelaagd. Het mooie van die Canto Ostinato is, er zitten twee plekjes eigenlijk in het stuk in waar die melodie zeg maar naar voren komt. Eigenlijk is dat als publiek, is dat eigenlijk waar je de hele tijd naar verlangt. En dan krijg je het even en dat is dan, ja, hoe die oorspronkelijk klinkt altijd met piano's, is hemels. Zeker de uitvoering van Matangi vind ik veel aardser. Dus het is gewoon het wordt wat rauwer, het wordt wat, je gaat door meer emotie, meer lagen eigenlijk. Na 5 minuten ben je al helemaal een soort van in een trance. En ook wij als muzikanten is het het gevaar, zeg maar, dat je niet te veel laat verleiden door ook in die trance mee te gaan. Als het afgelopen is, dan eigenlijk kort daarna heb je al het idee van nou, laat het nog maar een keer gewoon beginnen. Want het is gewoon echt een avontuur gewoon. Als ik een stuk heb gehoord, dan denk ik, ja, ik wil nog meer of nog langer of nog... Wat we al vaker hebben meegemaakt is dat mensen echt met echt heel emotionele verhalen naar je toe komen. De muziek zelf alleen al zorgt ervoor dat je eigenlijk alles om je heen vergeet. En dat de tekenaar je eigenlijk nog weer meeneemt naar een hele andere wereld. Dus ik denk dat de combinatie van die dingen, dat het heel bijzonder maakt. Ja, deze muziek is geweldig om op te tekenen. Voor mij is het echt een cadeau. Het zal je niet loslaten de eerste paar weken. Absoluut niet. Ik hoop dat ze daarmee een soort rustige trance met behoefte aan meer achterlaten in de zaal.